Het was een bijzondere week in de politiek. We gaan dus gauw over naar Politiekcafé Vita Nova in Den Haag, naar Raad van den Haag. Meneer Van den Haat, kom. Meneer Van den Haat. Aad. U bent in beeld. Ja. Ja, mensen, ja. Okay. Sorry hoor, maar ik heb eigenlijk helemaal geen tijd. Afijn, wat kijk is zelf dan? Maar. Sorry. Hè? Zo, hij heeft de brandweer. Zo, ik heb brandweer. Jij neemt de brandweer. Oh, daar gaat de brandweer. Zo, en daar zijn de visjes. En Lien heeft de visjes. Ja, dat zijn de visjes. En oh, dit visje slaapt, hè. Ja, ja. Ja, het is een hele ingewikkelde story, maar... Oh nee, niet op je voetbalveld. Nee, natuurlijk niet. Maar kijk, dit zijn twee van mijn kleinkinderen. Oh nee, met de ballen. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Kijk, dit zijn dus twee kinderen van mijn oudste zoon. En mijn oudste zoon is gescheiden. Die krijgt dus de kinderen één keer in de 14 dagen een weekendje. Maar ik als opa zie ze dus één keer in de 2 maanden een zondagmiddag. Ja. Leuk, hè? Ja, mooi, hè? Dat is dat mijn zoon dat zo geregeld heeft. Want officieel is dat natuurlijk niet. Ouders die kunnen een omgangsregeling krijgen, maar de grootouders niet. Dus vandaar dat ik deze tijd even goed gebruik. Dat begrijpen jullie wel. Oh, wat een mooie muur. Nou, die kan nog veel groter. Die kan nog veel groter. Gaan we nog veel groter maken. Kijk, hier is een heel stuk. Kijk eens. Uitgerekend deze week heeft Brinkman van het CDA... die heeft dus iets gezegd over die kinderopvang. Die zei nota bene in een tijd dat er wordt gesproken over fraudebestrijding... die zei nou, als die ouders dan zo nodig... Ja, kom, moet ik even komen kijken. Ja, even kijken. Oh, ja. Ja, die is mooi. Ja, die is prachtig. Kom zo weer terug. Als die ouders nou zo nodig kinderopvang willen hebben... dan moeten ze dat zelf maar regelen. Zwart. Moeten ze maar zwart voor zorgen. Voor 5 gulden. De meneer Brinkman, die ook niet van de wereld. Ik weet dat van mijn zoon. Je hebt wilde crèches waar je voor 2000 gulden per maand zwart... dan die kinderen een paar middagjes in de week kwijt kan. 5 gulden, meneer Brinkman. Oh, die is prachtig. Ja, die is heel mooi. Die is heel groot. Nou, ja, en dit zeehondje erbovenop. Ja. Van den Haat, dit is het. Heeft u nog niet meer? Nee, er is verder. Geen interview? Nee, er is er verder niet van gekomen. Oh, nou ja, ik wil misschien nog wel iets zeggen. Ja, kun je even naar de presentatietafel komen? Ja, graag. Ik wil wel iets zeggen dan. Waar gaat het over? Ja, die koppelingen. Ah, koppelingen. Het gaat maar steeds over de koppeling. Koppelingjes, koppeling, zo moeten we ontkoppelen. Notabene, ja, als er bezuinigingen aandreigen te komen... die zijn er nog helemaal niet, dan beginnen ze altijd daar. Of er nog iets bij de allerarmste te halen valt, begrijp je wel. Of er ontkoppeld moet worden. Daar beginnen ze, nooit aan de andere kant. Of de allerrijkste misschien nodig een belastingverhoging behoeven. Ja, heb je nog meer, meneer Van den Haat? Nee, meer heb ik niet. En nou ga ik spelen, dus ik ontkoppel hierbij, hoor. Goed, sorry. Ja, goed. Nou, dan ik moeten heb maar we, een paar uurtjes in de 2 maanden, ja. Dus je begrijpt. Ja, nou, ja. Dan moeten we zelf iets over de politiek zeggen. Moeten we zelf iets over de politiek zeggen? Ja, ja, ja. De ruzie tussen Van den Broek en Lubbers. Oh ja, die was er ook nog, ja. Bij het Kamerdebat van donderdag gunde Van den Broek ons een onthullend kijkje in de keuken. Ja, heel verrassend, heel verrassend. Waarom is de minister van Buitenlandse Zaken nou zo gepikeerd... als hij op buitenlandse congressen de tweede viool moet spelen? Ja, hierom. En als de minister-president daar vandaan komt... of discussieert met collega's aan een regeringsdiner 's avonds... waar alleen de regeringsleiders en het staatshoofd aanwezig zijn... omdat de minister van Buitenlandse Zaken moet altijd in het zaaltje daarna... de verklaringen maken die de volgende dag... worden afgezegeld door de ministers, door de regeringsleiders, want dat is de praktijk. Maar als dat gebeurt en de minister-president zit dan in dat zaaltje daarna achter een copieus diner van gedachten te wisselen met zijn collega, dan zal toch niemand eraan twijfelen dat wat hij daar te zeggen heeft, dat dat niet op een briefje staat wat hem is gegeven door de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, zo'n 2 jaar geleden was dat toch? Ja. Werd Van den Broek nog genoemd als opvolger van Lubbers. Oh ja, ja. Maar dat wordt nou die christelijke babysitter. Ja, en dat is altijd blijven steken natuurlijk. Dat denk ik wel. Want Van den Broek wil ook wel eens copieus dineren. Ja. En in plaats daarvan zit hij in een zijzaaltje bij een broodje kaas... de slotverklaring op te stellen die Lubbers na de tiramisu moet afleggen. Nee, juist niet. Nee, deed hij dat nou maar dat doet hij toch niet. Hij zegt toch precies het tegenovergestelde. Wat dan? Nou, luister nog een keer. Dan zal toch niemand eraan twijfelen...
dat wat hij daar te zeggen heeft, dat dat niet op een briefje staat wat hem is gegeven door de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, hij zegt niemand twijfelt eraan dat het niet door mij op papier is gezet. Ja. Als hij nou zou zeggen niemand twijfelt eraan dat het door mij op papier is gezet, dan stond het door hem op papier gezet. Maar hij zegt niemand twijfelt eraan dat het niet door mij... Dan staat het toch niet op papier? Het is nog veel erger. Ja. Hij zet niks op papier. Nee. En dan wil hij toch kopieus dineren. Ja. Nee hoor, die Van den Broek vind ik nou echt een bal onder een paraplu. Ja. Wij maken even plaats voor het zwevende blokje van de ster. We zien u dadelijk terug. Dat bedoel je met die paraplu? Van den Broek. Ja. Ik had hem niet zo gauw in de raam. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Oh?